Bier en frituurverslag, Martin. Maar dat vind jij het leukste aan mij? Hier gaat een vriendschap sneuvelen vandaag. Q-Music Quarantaine Quiz. Hallo, welkom bij een nieuwe Q-Music Quarantaine Quiz. Thuisblijven is nog steeds belangrijk, maar het hoeft niet saai te zijn. Mijn kandidaten van vandaag zijn, omdat iedereen af heeft gezegd, Joost Winkels. En middelbare schooldocent Tim de Beste. Yay. Hallo jongens, nee, even serieus. Jullie hebben wel echt een link met elkaar. Jullie zijn vrienden. Zeker. Wat, Joost? Nu moet je eigenlijk zeggen, Tim. Ja, Joost? Zeker, absoluut. Door stilte. Joost, nou ja, van jou weet ik, jij bent nog steeds op de radio bij Q-Music. Tim, hoe is het bij jou? Hoe gaat bijvoorbeeld het maken van tv nu? Nou, bij mij is alles eigenlijk uitgesteld. Maar we zijn nu weer begonnen. Dus ik heb vorige week weer gedraaid. Ik ga morgen draaien, overmorgen draaien. Nou ja, en nog steeds op tv nu. Nog 2 afleveringen, ja. Ja, wat misschien even goed om uit te leggen. Jij en Nicolaas hebben besloten om in 100 dagen te gaan kijken hoe het is om echt voor de klas te staan. Dus niet even een lullige stage te lopen, maar echt te integreren in het middelbare schoolonderwijs. Ja, hoe is het nou echt om leraar te zijn? Ja. En wij zijn natuurlijk geen leraren, maar programmamakers. Maar we hebben wel eigenlijk zo goed en zo kwaad als het ging het geprobeerd. In het diepe gesprongen om eigenlijk op die manier erachter te komen waar iedere docent in het begin tegenaan loopt. En dat is, dat hebben we van eind augustus vorig jaar tot de kerstvakantie gedaan. Ja. Heb jij het gezien, Joost? Zeker. Alle 4 afleveringen tot nu toe. En ik vind het meeg... iets van je eigen middelbare schoolperiode in? Ja, het was vorig jaar nog dat ik daar zat. Ik wilde beginnen. Ja, ik had ook een beetje te doen met Tim of zo, maar ik vond het ook heel leuk om te zien spartelen. We gaan een spelletje spelen. De Q-Music Quarantaine Quiz. Het zijn 3 rondes, 1 finale, 1 winnaar. Die mag zich de Q-Music Quarantaine King noemen en wint de Q-Music Gouden Handgel. Dat is nog steeds heel belangrijk natuurlijk. Handen wassen blijft heel belangrijk in deze tijd. Ja, Tim, daar doe je het voor. Daar doe je het voor. En we gaan beginnen met ronde 1. Ronde 1. Zeg, ken ik jou niet ergens van. Ieder krijgt 2 vragen over de ander. En als je het goed hebt, dan krijg je 1 punt. Tim, ik begin bij jou. Jij krijgt dus een vraag over Joost. En de vraag is, waar is Joost het meest ijdel / onzeker over? Is dat A, zijn haar, B, zijn blokjes buik, of C, zijn onderkin? Onderkin. Hoezo zeg je dat zo? Wist het al, zonder die meer keuze. Nee, ja, daar is hij heel onzeker over. En zijn broer, die ken ik ook, en die heeft ook zo'n beetje een onderkin. En daar pesten ze elkaar mee, maar ik vind het grappig dat ze het allebei hebben, maar ze pesten elkaar ermee. Dus als de een de ander pest hij eigenlijk zichzelf. Dat vind ik. Joost, ja, ik kan het wel vragen of het antwoord klopt. Ik kan sporten wat ik wil. Ik kan me helemaal droog trainen. Het slaat helemaal nergens op. Maar ik heb gewoon altijd dat ik denk, hoe kan het nou? Ik loop hartstikke veel hard. Ik vreet gezond. Ik snoep niet. En toch zie ik altijd een soort van... Ja, skin, ja. Maar ik heb dit nog nooit bij jou gezien. En ik werk nu al anderhalf jaar met je samen. Nee. Ik heb nog nooit... Maar als je het eenmaal ziet... Als je het eenmaal ziet... Ja, nu kan ik het... It cannot be unseen, Joost. Als ik die laptop, die staat nu ook op een soort verhoging. Kijk, als ik die neerzet, dan zit gewoon een soort van... Ja. Snap je? Dus je probeert hebt die over nagedacht! En we hebben een verrassing voor jou, Joost. We gaan kijken nu naar een fotomontage van jouw kind in 2035. Domien, start er maar in. Punt is goed, Tim. Vraag 2 van ronde 1. Joost, die is voor jou. Gaat over Tim. Wat mist Tim nu het meest in deze quarantainetijd? Is dat A, de kroeg, B, de sportschool of C, de festivals? Ja, ik denk de kroeg. Tim, wat mis jij het meest in quarantainetijd? In de kroeg en dan het liefst met veel vrienden of op een terras. Ja. Dat is wel wat ik het meest mis, ja. Ja. Hoe hou je het vol? Zit je nu veel te zoomen of zit je in van die hele grote ruimtes met 1,5 meter ertussen? Nee, ja, ik blijf wel nog steeds zoveel mogelijk binnen, maar soms ga ik wel echt even iets met vrienden, of bijvoorbeeld laatst met Joost, gingen we gewoon een paar biertjes drinken aan de Amstel. Nou trouwens, een paar biertjes duurde wel echt 12 uur geloof ik, lang. Ja, maar Tim, ga je dan straks, en welke van Joost, als het straks 1 juni is en de terrassen gaan weer open, staan jullie dan vooraan of wachten jullie nog even? Ik ben er wel benieuwd naar wat mensen gaan doen straks. Ja, ik heb gewoon het idee dat iedereen massaal naar die terrassen dat gaat. Dat er helemaal geen plekje voor Joost of Tim is. Dat je dan naar een terras gaat en dat je dan 3 kwartier moet wachten voor je tafeltje hebt. Tim, volgende vraag is voor jou. Die gaat over wat Joost het leukst vindt aan jou. Dus wat vindt Joost het leukst aan Tim de Beste? Is het A, jouw pluk de dag mentaliteit? B, jouw bier- en frituurverslaving? Of C, je mooie ogen? Pluk de dag mentaliteit, denk ik. Joost, wat heb jij geantwoord? Wat was jouw antwoord? Bier- en frituurverslaving van Tim. Maar dat vind jij het leukste aan mij?
Nou, van alle dingen. Alles. Ik vind gewoon je gaat een vriendschap sneuvelen vandaag. Jij zou het liefst een infuusje van La Chouffe hebben, toch? Absoluut. En een ander infuusje met mayonaise? Absoluut. Ik mag hier geen punt voor rekenen, Tim, helaas. Wel een beetje de schuld van Joost, denk ik. We gaan naar de vraag voor Joost over Tim. Als Tim een dag een vrouw was, wat zou hij dan doen? A. Gebruik maken van de vrouwelijke voordeeltjes. B. De hele dag masturberen. Of C. Zich verstoppen onder een bed tot het voorbij is. B. De hele dag masturberen? Ja, masturberen. Tim, wat heb jij geantwoord? Mijn eerste antwoord was de hele dag aan mijn borsten zitten. Maar? Uiteindelijk was het antwoord dat ik altijd jaloers ben op vrouwen die dan worden aangehouden door een agent. En dan zeggen ze, oh, maar meneer agent! En dan zie je de agent helemaal zo... gaan we door een foutje. En dat ik altijd denk, jezus, dat moet ik eens doen. Dus het goede antwoord is A. Ja, het is niet goed, Joost. Het was inderdaad het antwoord A. En daarmee staat het 1 tegen 1. En zijn we door ronde 1 heen. We gaan naar de tussenronde. En de tussenronde heeft alles te maken met mijn kat. Dat is Decibel, dat is de vrouw met wie ik samenwoon. En ik heb aan Decibel gevraagd met wie zij het liefst bevriend zou willen zijn. Degene die ze kiest krijgt automatisch 1 punt. En dit is wat ze heeft geantwoord. Kijk mee. Sowieso niet ik. Ik heb zo'n pleurisekel aan katten. Wat grappig. Met wie zou jij het liefst bevriend willen zijn? Met Joost? Of met Tim? Dat was hij. Ik dacht dat hij hem liet liggen. Ja hoor. Ja, één rechte lijn op Tim af. Dat snap ik. Ik heb echt zo'n hekel aan, zeg maar, ik ben gewoon zo allergisch voor katten. Punt is voor Tim. We gaan naar ronde 2. Ronde 2. En ronde 2 is de quarantainekar ook. Ik weet dat jullie allebei prachtig kunnen zingen. Ik heb voor ieder een mooie vraag uitgekozen, een mooi fragment uitgekozen. Stop de muziek, dan zing je hem af. Kun jij het niet afzingen, dan gaat de beurt naar de ander. En kan de ander dus een punt verdienen. Het is 2 tegen 1 voor Tim. Joost, ik begin met jou, want Tim mocht net in ronde 1 beginnen. Dit is jouw liedje, You Never Walk Alone van Lee Towers. Walk on through the wind. Walk on through... Wacht, even zoeken hoor, hoe dat verder gaat. Ik weet het! Nee, ik weet het niet. Nee. Tim, zeg het maar. Tim, weet jij hoe die verder gaat? Walk on through the rain. Ja! Hold your dream. Rain, toch? Dat is hem, ja. Walk on through the wind. Walk on through the rain. Zo makkelijk is het. Zaten we bij dat couplet? Ja, dat hoorde ik niet. Ja, doei. Alright, dat is 1 extra punt dus voor Tim. Tim, je krijgt ook nog een eigen fragment. Luister mee naar Ali B, Yes R en de Party Squad met Rampeneren. Twekker rappers likken me cracker. Voor je kom, ik spit met spetters. Jij vindt mij een paard, doe maar met commerciële rattenplannen. Want het is Ali en Yes R. Nee, ik weet het niet. Ik weet dit stukje niet. Ik weet nog... Joost, ik ga hem aan jou geven en ik denk dat jij hem af kunt maken. En toch heb ik hier een achterban van hier tot aan Afghanistan? Dat is hem, hè? Dat is hem. Oh, hey, Joost, op die Maar Joost, jij hebt dit gedaan voor 10.000 man. Ja, als ze er nog waren om 2:30 s'avonds om de foute party. Ja, dat is 2 jaar geleden, denk ik. Ja. Ik had dat gekscherend een keer geroepen in de kantine. Toen zei ik, ach, dat rampeneren vind ik zo'n leuk liedje. En toen kwam Ali B, ik kwam op de foute party. En toen, 2 dagen later was het, Joost, ga je maar goed inlezen, want je gaat rampeneren doen met Ali. Ja, dat was heel leuk. We gaan naar ronde 3. Ronde 3. En ronde 3, dat zijn onze quarantaine-vips. Dit zijn foto's van BN'ers, of wereldartiesten, wereldsterren, die even inkomsten mislopen. En de vraag is, welke ster zie jij hier in de toekomst vanaf 1 september? Want dan mag je weer als sekswerker aan de slag. Welke ster zie je achter het raam staan? Ik begin, Tim, met de foto van jou. En aan jou de vraag, wie zie je hier in een iets andere beroepsgroep? Wat? Wie is dit? Achter het raam. Is het Jolante? Is het Jolante? Het zal wel weer, hè? Ja hoor. Nou, guttegut. Zelfs heb je er weer. Joost, jij krijgt uiteraard ook nog een quarantaine-vip. En aan jou de vraag, welke VIP zie je hier achter het raam? Jeetje. Maar je moet even inzoomen, hè? Kan ik dat inzoomen? Ja. Gerard Joling! Is het Gerard Joling? Is het René Vroeger? Ja, Joost, net te laat. Hij past er net in.
in het raam. Ja, over onzeker over je onderkin gesproken. Maar hij heeft het niet makkelijk, hè, jongens. Hij heeft deze week geroepen dat de artiesten het allerzwaarste hebben van allemaal. De finale. We hebben een enquête gehouden onder Q-luisteraars naar de top 10 bekendste contactberoepen die afgelopen maandag weer aan het werk mochten gaan. Dat was 11 mei. En de vraag is, hoeveel ken je er? Joost, jij staat met 2 punten achter, dus jij mag beginnen. Het is opbieden tegen elkaar. 4? Jij gaat voor 4? 5. Doe er 5. Jij gaat voor 5. Tim den Beste, mag Joost spelen voor 5 of ga jij voor 6? Ik ga voor 6. Jij gaat voor 6. Dan mag ik aan Joost vragen, mag Tim het gaan spelen of wil je er nog overheen met 7? 3, ja, 2, Tim, doe 1. Maar dan. Tim, doe maar dan. Oké, okay, Tim, goed om erbij te vinden. Je krijgt een minuut. Dat is best wel lang. Oké. Okay. Okay. Ik ga de timer zetten en je tijd gaat in 3, 2, 1, go. Kapper, tandarts, fysiotherapeut, huisarts, snackbarhouder, masseur, hoer, prostituee, gigolo. Masseur is goed, hoer niet. Nog 3. Oogmasseur. Niet goed. Autowasser. Autowasser is niet goed. Denk even verder in de auto's. Nagelstylisten. Ja. Nagelknipper. Hoe heet dat? Ja, dat is goed. Autowasser. Nee. Automobiel. Nee, je tijd is hartstikke om. Oh. Je hebt er maar 4. ik zocht rijinstructeur. Oh, kut. Oh, die zitten toch meestal niet aan je? Nee, maar je rijinstructeur zit in principe... Als je rijinstructeur aan je zit... Tim, je hebt je voorsprong weggegeven, want je stond met 4-2 voor. Maar de 6 punten gaan automatisch naar Joost Winkels. En hij is daarmee onze Q-Music Quarantaine King. Yay! Ja, Joost, je mag vanmiddag bij mij op kantoor mag je de Q-Music Gouden Quarantaine Handgel komen ophalen. Wat enig. Dat is mooi. Ik ben er echt super blij mee. Het is ongekend. Dat dacht ik al. Tim, dankjewel voor het meespelen. Joost, dankjewel voor het meespelen. Graag gedaan. Ik vond het super gezellig. Dankjewel voor het kijken. Volgende week woensdag hier op het kanaal van Q-Music weer een nieuwe quarantaine quiz. Blijf veilig, blijf binnen. Q-Music, Q sounds better with you.